Christy Lamers verlaat de actieve politiek. Lamers was bijna 7 jaar raadslid voor D66 en was 2,5 jaar plaatsvervangend voorzitter van de raad. Onlangs verkocht ze haar horecabedrijf en nu is het tijd voor iets anders. Ik ga de gemeenteraad verlaten omdat er een nieuwe kans lag, namelijk community leader te worden van Rijk van Nijmegen 2025. Project 2025 is een samenwerking van de Rabobank en 7 gemeentes, dus Nijmegen en een schil daaromheen. En die hebben gezegd, we hebben zoveel kracht in deze regio zitten, maar dat bundelen we eigenlijk niet goed genoeg. En deze beweging moet dat gaan bundelen en dan kan je denken aan economie, innovatie, maar ook juist in het sociaal domein, waar er een overlap is, waar we die krachten kunnen bundelen, moeten we dat gaan doen. En ik mag dat allemaal bij elkaar laten komen. Ik ben zelf voorzitter van de selectiecommissie met een aantal wethouders uit deze regio. We hadden een 5-tal kandidaten, goede kandidaten, maar waarom hebben we Christy gekozen? Met name gezien het feit dat zij dit als een missie voor haar ziet en voor de regio. Om die regio echt sterker te maken. De belangrijkste taak van Christy is om 2 dingen. Om de beweging Rijk van Nijmegen 2025, om die verder te brengen. Dus hoe kun je de regio economisch versterken? En onderliggend om alle projecten die daaronder komen te liggen, om die ook echt te helpen. Hè? Helpen met kennis, met geld, met netwerken. En dat kan zij verbinden aan alle projecten die er lopen. Maar ook weer nieuwe projecten binnenhalen die de economie versterken. Wat nodig is, is gemeentes die verder kijken dan hun eigen gemeente. Dus boven de gemeentes heen. Kijken van wat kan ik voor de regio doen en over de gemeentes heen kan zij een bijdrage leveren door de verbindingen te maken. Ik sta op plek 29 van de lijst voor de Tweede Kamer. Dat is een hele eervolle plek en ik wil ook voor deze baan is het heel mooi dat ik die plek heb, omdat ik op die manier een hele erg goede binding heb met Den Haag. Veel Kamerleden ken en dat is natuurlijk ook goed voor de regio. Ik geloof natuurlijk heel erg in D66, alleen ja, de realiteit is dat plek 29 deze tijd een geen verkiesbare plek zal zijn. Dus ik zal de positie gebruiken om inderdaad mijn Haagse netwerk op orde te hebben. Om vervolgens deze baan fantastisch te kunnen uitvoeren.